Welkom bij een nieuwe aflevering van de Data Discovery Channel. Ik ben Hans Geurtsen, naast mij Henk Brands, manager Data Solutions bij InfoSport. Dank je. Welkom Henk. Henk, by model is een term waar we het over gaan hebben en die ik voor het eerst hoorde, ik denk een kleine 2 jaar geleden, bij Gartner. Kan je even kort toelichten, wat versta je daaronder en wat verstaat Gartner daaronder? Gartner heeft de term by model een aantal jaar geleden geïntroduceerd. Zoals je hier ziet heb ik een slide, die komt uit 2015. Waar Gartner eigenlijk de vergelijking maakte tussen de stropdassen en de t-shirts. Nou, jullie zien, ik heb wel een t-shirt, maar eigenlijk ook een beetje stropdas, dus ik zit er eigenlijk een beetje tussenin. Je ziet dat de stropdassen heel traditioneel kijken naar een systeemontwikkeld traject of naar een BI-traject. Governance is daar een belangrijk ding. Alles moet goed, alles moet traceerbaar zijn. Ten opzichte van de andere, meer moderne methode, waar het echt allemaal agile is. Laatste moment met de nieuwste technologie. En ja, de nauwkeurigheid van de data is daar niet het allerbelangrijkste. Dus Gartner heeft het over de t-shirts ten opzichte van de pakken, oftewel de suits versus t-shirts. Jij loopt al een hele tijd mee in de wereld van BI. Ja. Waarom is BI model binnen de BI-landschap, waarom is dat nu interessant? Nou, ik zal je eens even meenemen met een stukje historie van BI. In de jaren 90 begon eigenlijk het data warehousing traject. Kimball en Inman waren de grote goeroes. Die bedachten van als we alle data in een data warehouse zetten, dan kunnen we daar vast hele fancy dingen mee doen. Term die toen ook veel gebruikt was, decision support systems. En eigenlijk eind jaren 90, begin jaren van de 2000, toen de internetbubbel ook ontstond, begon het term business intelligence binnen te komen. Business intelligence gebruikt de data die in het data warehouse staat opgeslagen. Door steeds meer mogelijkheden die we in de technologie hadden, werd er meer met data gedaan. We gingen kijken naar performance management, improve the business op basis van data. En de laatste jaren zie je drive the business op basis van big data en analysis. Dus ga voorspellen wat er gebeurt, ga op basis van machine learning conclusies trekken, predictive maintenance. Nou, heel veel voorbeelden die je vanuit driving the business krijgt. En je ziet natuurlijk een aantal bedrijven als een Uber die volledig data-driven zijn en weinig assets hebben in de normale wereld. Nou, je ziet dat leveranciers daar heel slim op ingesprongen zijn. Allerlei trends en ontwikkelingen. Ik heb ze eigenlijk inderdaad ook allemaal meegemaakt. Het is een feest der herkenning van dingen die je denkt, oh ja, daar maakt ons toen heel erg druk over. Terwijl het nou eigenlijk een commodity is. Dus dat is eigenlijk een beetje de historie die daarin zit. En als je dan doorkijkt van hoe ziet dat dan voor BI eruit, zie je daar eigenlijk ook twee traditionele landschappen die in de loop der tijd zijn ontstaan. En eigenlijk een beetje uit elkaar gegroeid zijn. In de early days had je zoveel machine power nodig dat een local data warehouse was gewoon niet een optie. Je had gewoon een hele dikke server nodig. Waar je het geld en de capaciteit voor nodig had en via een client-server architectuur gebruik van kon maken. Door de opmars en door dat PC's steeds meer konden gaan doen, de wet van Moore die we natuurlijk al een tijdje hebben, zie je dat gedecentraliseerde, oftewel laptop, desktop, BI, zijn intrede deed. Ik weet nog dat Business Objects daar ooit eens een keer mee begonnen is met een desktop versie. Maar op dit moment zijn dat bijvoorbeeld Tableau, Qlik, Spotfire, Yellowfin. Typische tools die heel erg desktop georiënteerd zijn. Power BI niet te vergeten. Power BI is natuurlijk wel onderdeel van een suite als je het zo gaat bekijken. En dan zit het wat meer in de enterprise kant. Mm-hmm. Als je het combineert bijvoorbeeld met SQL Server en Analysis Server, met Integration Server, dan zit het toch wat meer aan de enterprise kant dan aan de team kant. Andere tools die echt aan de enterprise kant zijn, SAP, SAS, Oracle, die een hele mooie suite heeft aan analytics software, maar het toch allemaal redelijk server-based is, waarbij je fantastische dingen kunt doen, maar ja, het stelt toch wat andere eisen aan je hardware, aan je usergroep en ook aan je agility. Ik zal er eens even verder op ingaan, want wat is nou by model BI? Wat onderscheidt zich daarin?
Want ik denk dat beide zaken beide nodig zijn. In een grote organisatie kun je niet zeggen van we doen alles op een traditionele manier. En we gaan het de t-shirts, die bannen we uit. Mm-hmm. Maar ik ben er ook geen voorstander van om alleen met t-shirts te lopen. Ik denk dat een juiste combinatie daarvan een optimaal resultaat geeft. Nou, waar hebben we het dan over? De traditionele kant, ook wel de blauwe kant genoemd. Iemand die hier fantastische presentaties over geeft en waar jullie ook absoluut eens even moeten naar gaan googlen is Wayne Eggerson. Wayne Eggerson heeft hier hele studies nagedaan. Hij is een fantastische presentator. Ik heb ook een aantal slides met toestemming van hem ook hierin verwerkt. Mm-hmm. En waar we aangeven dat de blauwe kant, dus de traditionele kant, zie je dat ongeveer voor 80% van de medewerkers interessant is. Namelijk kenniswerkers die op een hele repeteerbare manier hun werk doen. Wekelijks gaan kijken wat de stand van zaken is. Een manager die naar zijn bezetting kijkt, bijvoorbeeld van een hotelketen. Hoe hebben mijn hotelkamers de afgelopen week gedaan? Of van een camping, wat zijn mijn reserveringen van de afgelopen week geweest? Typisch managers die weinig tijd hebben, maar wel behoefte hebben aan gestructureerde standaard informatie. Die graag op cijfers willen sturen, ja. Maar niet zo heel nodig die zware analyses willen doen. Gewoon weten, wat is de afgelopen week gebeurd of afgelopen dag gebeurd en wat moet ik de komende tijd gaan doen. Ja. Belangrijk daarin is dat de data wel voor 100% klopt. Als je die data extern gaat gebruiken, bijvoorbeeld van rapportage naar de Nederlandse Bank, wat ik zojuist ook al zei, dan moet je zeker weten dat de data juist is, volledig is, dat de definities kloppen, hè, dus dat je geen appels met peren aan het vergelijken bent. En daarvoor heb je echt een gestructureerde ETL-proces nodig, die de data bij elkaar schraapt via een ODS, via een staging, in een data warehouse zet, zorgt dat daar de traditionele single version of the truth gefabriceerd wordt. Ja. Op basis daarvan, met name met dashboards en reports, je informatiebehoeften eruit te halen. Aan de andere kant van het spectrum zie je eigenlijk de rode kant, meer de agile kant. Het grote verschil is dat mensen die hiermee werken, hun werk is om deze informatie boven water te halen. Dus de anderen maken gebruik van de informatie. Deze is hun werk, is juist informatie boven water te halen. Je noemde het al, een data scientist is daar een duidelijk voorbeeld van. En zij gebruiken dan ook niet alleen enterprise data, dus wat via ERP-systemen of financiële pakketten, HR-systemen of allerlei productiesystemen binnenkomt. Maar wat ze ook juist doen, is dat ze niet traditionele bronnen erbij gebruiken. Ik heb hier een aantal opgenoemd, KNMI, Dun & Bradstreet, het CBS, het RDW, om juist in de combinatie van data die je intern hebt met extern andere zaken boven water te krijgen. Misschien afhankelijkheden. Hier wordt niet een heel ETL-proces voor opgezet, maar je ziet dat hier typisch van die data blending tools voor gebruikt worden, waar je zelfs niet heel technische mensen eenvoudig data met elkaar kunnen mengen, ergens in een sandbox-achtige omgeving op kunnen slaan, om vervolgens met tools als een ClickView, als een Power BI, als een Tableau verkregen inzichten tot ze delen. Ja, om daar een stukje visualisatie is key natuurlijk. Ja. En je ziet dat de data scientist weer een stukje verder gaan, om met behulp van Python, met R of bijvoorbeeld met Azure ML zaken boven water krijgen die de traditionele kant niet boven water krijgen. A, omdat ze daar wat minder zicht op hebben. En B, omdat ze heel veel data niet hebben. Ja, is die data dan 100% goed? Nou, dat hoeft niet altijd. Maar als je een trend wil voorspellen, is het helemaal niet erg dat je 1 of 2% ernaast bent. Als het naar boven gaat of naar beneden gaat, dan heb je eigenlijk daar voldoende in. Ja. Dus dit zijn eigenlijk de twee modi van bimodel. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, ja, wat de kenmerken daarvan zijn aan de blauwe kant dat de data is consistent, is secure, het is repeatable. Dus ook in het financiële proces, accountants die houden hiervan. Ja. Het nadeel is, als je wat aan wil passen, dat kost gewoon veel tijd. Als er een nieuw kolommetje toegevoegd moet worden, moet je denken aan weken om dat toe te voegen. Aan de rode kant daarentegen, je wilt die data er ook bij. Nou, dat zet je erbij en een uur later, bij wijze van spreken, heb je erbij.
Extreem agile. Extreem agile, ja. Je moet wel goed kijken naar allerlei zaken over security, over compliancy. Mag je die data wel gebruiken voor waar je ermee bezig bent? En ja, dus echt voor ad hoc gebruik. En daar is het super geschikt voor. En omdat het kan, moet je er ook zeker gebruik van maken. Ja, dan zei je net al, hè, je kan niet het een of alleen het ander doen. Nee. Hoe ga je deze twee werelden samen laten werken? Nou, als je blauw en rood bij elkaar voegt, kom je uit op paars. Dus eigenlijk wil je een paarse omgeving creëren. Daar moet je wel wat voor doen. Je ziet hier op deze slide de traditionele blauwe omgeving in combinatie met de rode omgeving. De rode omgeving kent mensen door sandboxes, door agile omgevingen die een tijdelijke leven hebben. Vaak ook niet heel schaalbaar zijn en voor dit doel, voor deze toepassing neergezet is en later gewoon weer weggegooid worden. De blauwe kant zie je, de data warehouses zie je, data stores en met name ook de dashboards en de reports die daarop zijn. Dat wordt natuurlijk onderhouden, gebouwd door een data warehouse team en gecontroleerd door een data governance team. De data moet juist zijn, correct zijn, volledig zijn en we moeten ook daadwerkelijk er wat mee mogen doen. En het moet op een goede manier ontworpen, gebouwd worden, beheerd worden en zorgen dat de badges draaien, dat de juiste rapporten altijd beschikbaar zijn. En aan de onderkant, aan de rode kant, zie je typisch de data scientist, de business analyst en een report analyst die snel even een rapportje maakt van hey, kun je mij misschien een overzicht geven van de klanten die de laatste twee weken meer dan 3 keer naar ons gebeld hebben met een probleem. Want daar willen we wat voor doen om te zorgen dat ze weer tevreden worden over ons product. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat je in die agile omgeving een analyse doet. En denkt van, nou, eigenlijk willen we dat wel naar de blauwe omgeving zetten. Want dit is zulke belangrijke informatie. Daar willen we eigenlijk de komende tijd op gaan sturen. En we willen ook zeker weten dat er niet iets buiten de boot valt. Dan kun je dat rapportje van blauw naar rood zetten, van rood naar blauw zetten. Ja. Maar dan wordt de blauwe omgeving wordt daar een beetje zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig van. Dus eigenlijk moet je iets van een gateway daarvoor definiëren. Een soort loket eigenlijk, van ik heb hier iets. Ja, ja. Eigenlijk ga je het rode rapportje blauw maken. En eigenlijk komt er dan een paars rapportje over. Ja. 3 stappen eigenlijk die je daarin definieert. Dus je zegt van het rode team is niet meer verantwoordelijk voor het maken van van dat rapport. Maar het blauwe team wordt verantwoordelijk voor het maken van het rapport. Mm-hmm. Het blauwe team gaat controleren of de data die daar gebruikt is conform standaards is. Ja. Dat de juiste definities gebruikt worden. Dat het te integreren is met de andere data die in het data warehouse zit. Dat de appels worden en de peren blijven. En tenslotte zal er een technology handoff worden, omdat het van bijvoorbeeld een hele agile Hadoop of Spark of MS Access omgeving gaat. Zou ik niet doen als ik jou was. maar van in ieder geval een rode omgeving. Van de desktop naar, dus naar van de een agile omgeving naar een enterprise omgeving wordt omgezet. Ja. Wat dat in de praktijk betekent, hier zie je een plaatje van een heel traditioneel zandlopermodel in een data warehouse. Zoals we ze jarenlang gebouwd hebben. Zoals, en nog steeds gebouwd worden natuurlijk, voor het blauwe deel. Ik denk dat voorlopig, zolang we niet real-time kunnen ETL'en, zullen nog heel lang dit soort plaatjes komen. Ja. Echter, er wordt wel een heel platform aan toegevoegd om met name de agile-omgeving de ruimte te geven die ze nodig hebben. Ja. Dat betekent dat je meer data gaat opslaan, die je misschien tijdelijk gaat opslaan. En bijvoorbeeld sensordata, waar je later alleen de aggregaten van bewaart. Ja. Data die niet administratief is, dan denk je aan audio of video data, waar je waarschijnlijk ook later alleen maar bijvoorbeeld het aantal mensen ergens gaat registreren. En dat op een of andere manier gaat combineren met de blauwe omgeving, zodat je de best of two worlds gaat creëren. Ja, dus een echte bimodal BI-omgeving. Een bimodal BI-omgeving. En voor heel veel bedrijven is dit gewoon een must-have om aandacht te besteden aan beide omgevingen. Als je zegt dat je alleen een blauwe omgeving hebt als bedrijf, geloof er niks van. Dan moet je maar eens kijken wat bij je users op de laptop staat. Die hebben vast hun eigen Excelletje. Dus ga het niet ontkennen, maar ga het omhelzen en zorg dat je het op een goede manier vormgeeft en structureert.
Ja, ja. Nou, ik vind het een prachtig en helder verhaal. En ik neem aan dat als de kijkers nog iets meer willen weten, dat ze even bij jou aan. Jazeker, ja, ja. Ja, ja. Keep calm and let Henk handle it. Zo is dat. Dankjewel. Okay. Dankjewel Henk. Dankjewel voor het kijken. Like de video als je hem leuk vindt. Abonneer je op ons kanaal voor nieuwe afleveringen. Dit was hem weer voor de Data Discovery Channel over Bimodel BI. En graag tot de volgende keer. Dag.